Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een hele leuke video, want ik heb vandaag weer een uitdaging voor mezelf. Ik ga mezelf opmaken met bevroren make-up. Like, what the f. Echt, de video's op YouTube worden echt steeds belachelijker, but I like it. Het is niet de make-up look die ik nou op heb. Deze look heb ik gemaakt voor Instagram. Ik heb ook van die neppe sproetjes gedaan. En zo, ik vond het wel leuk. Ik had dat nog nooit gedaan. Dus mocht je benieuwd zijn naar wat ik allemaal heb gebruikt en de video ervan, die staan als het goed is al op mijn Instagram. En anders komen ze er nog op. Maar in ieder geval, ik ga dus nou al mijn make-up in de vriezer doen. En dan in de ochtend haal ik alles eruit. En dan gaan we zien hoe alles bevriest. En of ik me ermee kan opmaken of juist helemaal niet. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik heb al een aantal van dit soort video's gezien van Amerikaanse YouTubers. Dus ik dacht, ik ga deze video maken in het Nederlands. Nou, voordat ik echt ga beginnen met de video, wil ik nog even snel iets vertellen. Deze video is gesponsord door iets heel erg leuks, een heel leuk bedrijf. En dat bedrijf heet Unique. Unique is een parfumabonnement. Ik had een aantal jaar terug al een parfumabonnement bedrijfje ontdekt. Maar die zat in Amerika. En toen ik op bezoek ging naar een parfumabonnement bedrijf gewoon hier, kon ik die niet vinden. En nou heb je er gewoon eentje hier in Europa die gewoon hier bezorgt in ons kleine landje. Unique is dus een parfumabonnement waarbij je elke maand voor slechts €17,95 per maand één gratis parfum krijgt opgestuurd. Of ja, niet gratis. Je betaalt wel die €17. Maar dit zijn parfums van echt €150 en meer. Dus als je iemand bent als moi die zich niet gelijk wil committen aan een parfum en hem eerst wil proberen en niet gelijk €100 of meer wil betalen, is dit echt ideaal. Nou, wat krijg je precies? Je hebt meer dan 350 verschillende geuren op de website en je kunt er gewoon elke maand eentje uitkiezen. De eerste maand krijg je ook zo'n handige parfum case bij. Ik heb er hier twee. Ik hou persoonlijk echt van roze. En de parfum komt in dit mooie velvet zakje. En dan kun je hem gewoon zo eruit halen. En dit is hem dan. Dit flesje is 8 ml en dat zijn 120 sprays. Voor de gemiddelde persoon is dat genoeg voor een hele maand. En je kunt hem dan zo hierin doen. En dan kun je hem zo openmaken en dicht. En dan gewoon zo opsprayen. Zoals ik al zei, krijg je de eerste maand dit handige dingetje erbij. En elke zevende maand krijg je er nog eentje. Dus dat is wel handig. Nou, ik heb er hier 6. Ik heb hier de 6 parfums die ik heb gekozen. Ik was ook echt heel benieuwd naar Tom Ford Black Orchid. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dus ik vind het echt super leuk. En nog eens goed nieuws. Jullie hebben de eerste maand 25% korting. Als je de code MARIE25 gebruikt, heb je 25% korting op je eerste maand. Dus mocht je iemand zijn als moi die dit wel cute vindt, dan kun je gewoon je eigen aanmelden op hun website. En dan heb je elke maand een nieuwe parfum. Oké, we zijn overgeschakeld op mijn vlogcamera. Dus we gaan nou even de make-up uitkiezen die ik ga bevriezen. Nou, hier ga ik alles in doen. Dit is waar alle make-up in ligt die ik altijd gebruik. Even kijken, we gaan eerst beginnen met primer, foundation en zo. Ik denk dat ik voor de W7 Princess Primer ga. Om te zien wat hij met zoiets doet. Als foundation gebruik ik de Fit Me Foundation in kleur 128. Ik ben benieuwd of dit ding gaat ontploffen. Als concealer de Makeup Obsession Mega Concealer. En dan ook poeder. Ik gebruik mijn HEMA B Collectie poeder. Voor blush ga ik van Colourpop pakken, omdat dit een beetje een crème poederachtig iets is, ben ik wel benieuwd wat hij hiermee gaat doen. Als cream contour mijn Huda Beauty Tattoo, dat is een cream. En als bronzer mijn Revolution Mega Bronzer. En ook om te contouren ook nog een contourpoeder van de Ethos. Ik pak ook een liquid oogschaduw van Barry M. Heel erg benieuwd wat hiermee gebeurt. Ook pak ik mijn Queen Darcy wimperlijm. Deze is al best wel oud en bijna op, dus ik ben benieuwd, ja, wat hiermee gaat gebeuren. Ik denk dat hij helemaal kapot gaat, dus whatever. Ik ga denk ik voor een liquid lipstick. Ik ga denk ik voor de Catrice
Dewy Full Lips Liquid Lipstick. Al is dit niet echt een matte stick, maar oké. Okay. En ik ga ook voor een gloss kijken. Ik ga voor de NYX Butter Gloss. En als setting spray pak ik deze van W7. Ik pak ook een gel eyeliner, want ik ben benieuwd wat hij gaat doen met een gel. Ik pak de meest dure die ik heb. Oké, dan mijn highlight. Dus ik ben wel benieuwd wat hij met een jelly gaat doen. Dus ik ga die erbij doen. En ik pak deze loose highlighter. Deze ga ik ook gebruiken. En dan naar de oogschaduw. Misschien leuk om te zien. Dit zijn al mijn dure oogschaduwpaletjes. En dit zijn al mijn betaalbare. Ik ga dit Revolution paletje gebruiken. Dit is een nieuw paletje. En dit zijn dan de kleuren. En ik vind dit wel een match met de liquid oogschaduw. Dus ik hoop niet dat hij wordt verpest, want ik heb hem net nieuw. Wat ik ook wil gaan doen is voor de grap een kwast ook in de vriezer doen. Hey Susu. Jou doen we niet in de vriezer, hè? Nee. Even kijken. Ik heb hier alle soorten kwasten. Ik heb hier van mijn kwastencollectie een foundation kwast. Dit was mijn prototype. Deze is ook veel groter dan de foundation kwast die hem uiteindelijk is geworden. Let niet op de vieze ondergrond. Kijk, zo had ik hem eerst. En toen had ik hem veranderd naar dit. Iets meer klein. Want dit was iets te veel, iets te fluffy en te groot. Dus ik ben toen gegaan voor deze. Maar deze wordt dus niet meer gebruikt. Dus deze ga ik in de vriezer doen. En dan heb ik dit, denk ik, zo wel alles. Dit ga ik gewoon allemaal bevriezen, jongens. Mensen, ik heb er ook een sponsor bij gedaan om te zien wat ermee gebeurt. Nou, dan gaan we naar beneden. Oké, hier is onze vriezer. Oh, die is iets te vol. Nou, dan ga ik naar de andere vriezer, onze lijkenvriezer. Die staat buiten in de schuur. Zo, hier past die zeker wel in. Zo, en dan ga ik gewoon alles hierin laten voor de hele nacht. Woe! Spannend. Oké, mensen, het is de volgende dag. Ik kom net uit de douche, daarom is mijn haar nat. Laten we gaan kijken naar alle make-up. Oh mijn god, alles is zo koud. Ja, deur is alles koud. Laten we het nou maar meenemen naar boven. Oké, mensen, ik heb een uur om deze video te maken. Mijn zus is er over een uur, dus we gaan er vandaag een beetje snel doorheen. Nou, hier is dan alle bevroren make-up. Ik moet zeggen dat het er niet allemaal echt heel bevroren uitziet. Ik had het iets heftiger of zo verwacht. Maar ja, ik weet niet echt wat ik had verwacht, maar oké. De kwast en de spons die ik erin had gedaan voor de lol. Ja, is niet echt bevroren of zo. Oké, we gaan beginnen met de W7 Princess Potion Primer. Op zich ziet hij eruit als normaal. Oeh, hij is wel echt extreem koud. Maar hij brengt gewoon aan als normaal op zich. Dus ja, ik zie hier niet echt heel veel verschil. Dan foundation. Dit is de foundation. Oeh, die komt er bijna niet uit. Oké, ietsje harder drukken. Ja, daar is het. Nou, die ziet er op zich ook nog hetzelfde uit. Hij is wel super koud ook weer. Dat ga ik echt vandaag de hele video lang zeggen. Alles is zo koud. Nou, hier is dan de Make-up Obsession Mega Concealer in de kleur 09. Deze is ook weer heel erg koud. Ziet er wel gewoon normaal uit ook. Ook deze is super koud. Oké, ik ga nou echt ophouden met dat te zeggen. Het is wel alsof hij is een beetje meer dikkig. Normaal is hij meer vloeibaar. En nou voelt hij echt een beetje zo dik aan. Oh mijn god, super raar dit. Nou, dit is het eerste product tot nu toe waarin ik echt een verschil merk. Dan heb ik hier mijn Huda Beauty Cream Contour in de kleur Medium. Deze ziet er ook nog oké uit. Ja, hij pakt gewoon nog als normaal. Nou, ook hiermee is niet echt heel veel gebeurd. Nou, mensen, ik moet zeggen, ik had wel iets meer verwacht eigenlijk. Tot nu toe is bijna alles gewoon nog de same. Je kunt wel echt aan de verpakking zien dat hij echt helemaal bevroren is.
Zo, nou dat blendt ook prima. Dan mijn Hema B Banana Poeder. Volgens mij heeft dit ook niet echt heel veel verschil. Qua poeders maakt het niet echt heel veel verschil. Kijk, het is nog gewoon normaal als altijd. En ik haal de poeder er altijd weer zo gelijk van af. Zien we dit hier? Normaal is dat niet. Ik ga ook nog poeder contouren met de Ethos Contour Poeder in de kleur Light Medium. Daar is ook niet echt veel mee gebeurd. Oké, ik ga even iets meer poeder aanbrengen hieronder, want dit is echt niet mooi. Je kunt helemaal die zwarte lijn hier zo zien. Ik heb de poeder niet in de vriezer gedaan. Het is de Benefit Hello Flawless Pressed Poeder. En hopelijk dat dit het iets meer dekking kan geven. Ja, kijk. Dat heeft al een beetje bedekt. Oké, dan wil ik even mijn gezicht sprayen met wat fixing spray. En die heb ik ook bevroren. Deze is echt heel erg koud. Kijk wat hiermee is gebeurd. Zien we dit? Oh my god. Dit is de W7 Ready Set Glow Holo Setting Spray. Deze is letterlijk helemaal bevroren. Nee, er komt echt niks meer uit. Hij is helemaal bevroren! Oké. Maar als je je fixing spray in de bevriezer doet, bevriest die dus gewoon compleet. Je kunt ook niet meer drukken. Nou, deze is niet geslaagd. Ik ga hem gewoon hier laten staan totdat hij weer ontdooit. Hopelijk is hij dan weer oké. Nou, dan gebruik ik maar een beetje MAC Plus. Oké, dan gaan we beginnen aan de ogen. Ik heb dus hier de Revolution Wild Animal Palette in de versie Courage. Deze is helemaal zo nattig. Maar ook met de poeders is echt niet echt iets aan de hand of zo. Ze zijn nog gewoon the same. Poeders worden niet, bevriezen niet echt. Daar zijn we nou achter gekomen. Maar ik had ook een liquid oogschaduw erbij gedaan. En deze ziet er wel echt heel bevroren uit. Dus die gaan we ook gebruiken. Proberen te gebruiken. Oké, we gaan het qua ogen een beetje makkelijk houden vandaag, omdat ik ook een beetje haast heb. Ik begin eerst met deze lichtbruine matte kleur. Alle kwasten die ik weer gebruik zijn van mijn lijn Sarah Marie Cosmetics. En dit is de grote fluffy kwast. En daarmee ga ik die kleur helemaal in mijn arcade bovenaan brengen. Dan pak ik deze hele mooie donkere bruine matte kleur. En met dezelfde kwast ga ik die ook zo in mijn arcadeboog doen en een beetje op mijn ooglid in de buitenste hoek. En die donkere bruine kleur breng ik ook aan op mijn onderste wimperrand. En best wel een beetje smoky. Nou, het blenden van de oogschaduw gaat ook gewoon prima. Nou, dan ga ik de bevroren liquid oogschaduw proberen. Ik hoop dat hij de look niet te veel verpest. Dit is de Berry M Crust Jewel Cream oogschaduw. Deze is te koop bij Booty Shop. Ik heb hem in de kleur 2 Pillow Talk. Dus laten we hem openmaken. Oké, op zich is hij niet bevroren. Hij is gewoon nog creamy. Hij is wel weer heel koud. En dan pak ik weer die donkerste bruine kleur en dan ga ik het hier een beetje inblenden met elkaar. Nou, ik had dit product nog nieuw, nog niet gebruikt. Maar ik moet zeggen, ik vind hem heel erg fijn. Hij blendt makkelijk mee, hij creased niet. Hij gaat er ook niet af als je het inblendt. Dat gebeurt ook bij heel veel liquid oogschaduwen. En hij is goedkoop. Ik vind hem echt top. En dit is een hele makkelijke manier om een makkelijke cut crease te maken. Dat is ook top. Dan pak ik deze prachtige gouden kleur. En die breng ik een beetje aan hier in de binnenste ooghoek. Oké, dan de Sigma Gel Eyeliner. Zien wat hiermee is gebeurd. Hij is ook weer een beetje nattig. Nou, op zich, hij is wel een beetje hardachtig, maar niet te hard. Er komt nog wel gewoon iets van af en zo. Oké, nou gelukkig. Dan ga ik die ook gebruiken om mijn wing te maken. Of toch niet? Hij is helemaal korrelig. Oh mijn god. Normaal is hij helemaal smooth en nu is hij helemaal zo... Oh, zien we dit? Oké, ik ga geen wing maken. Ik maak gewoon een zwarte lijn en klaar. Because this ain't gonna work. Ik hoop dat als hij weer smelt, als ik het zo kan benoemen, dat hij dan weer normaal is. Want dit is een dure gel eyeliner. Dus van alle gel eyeliners die ik heb, heb ik besloten om de meest dure te bevriezen. Goed bezig, Sarah. Oké, nou mensen, het zit erop, maar het is niet echt heel mooi. Maar ik ga het gewoon zo laten, want het wil allemaal niet lukken. Oh mijn god, mensen, ik besef net dat ik geen mascara heb bevroren. Helemaal vergeten. Mijn excuses. Sorry. Ik ga dus nou gewoon de Catrice Iconista mascara gebruiken.
Wat ik wel heb bevroren is mijn wimperlijm. Laten we kijken wat die doet. Hij gaat niet open. Oh my god, hij gaat niet open. Even zien of er iets uitkomt. Mensen, er komt echt letterlijk niks meer uit. Oké, deze heeft het ook niet doorstaan. Oké, ik ga even snel nep wimpers opplakken. Ik ga voor de Lily wimpers in de stijl So Extra Mykonos. En dan ben ik zo terug. Oké, de ogen zijn al af. We gaan verder met het gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. En ik heb hier de Revolution Mega Bronzer. Hier zal vast ook niet veel meer aan de hand zijn, want het is gewoon weer een poeder. Dit is hem gewoon weer in de kleur 02 Warm. Hij is wel echt helemaal nat. Ja, hier is ook niet echt veel meer aan de hand. Nou, dan blush. Ik had de Colourpop Between the Sheets blush. Dit is een beetje een cream slash poederachtige substantie. Het is echt heel raar. Ik kan het niet echt uitleggen, maar er lijkt ook niet echt veel mee te zijn gebeurd. Je kunt het aanbrengen met je spons of met een kwast. Ik gebruik voor nu gewoon even mijn spons. Oké, dan ga ik highlighten. Ik heb dus twee. De eerste is de Revolution Jelly Highlighter in de kleur Monumental. Deze is goud. Hij is wel echt een beetje bevroren, maar niet too much. Ik kan er nog wel in. Zie je dit? Maar normaal, als ik zo dit deed, dan bewoog hij wel echt. En nu is hij gewoon, ja, zo hard vast. Ik kan er nog wel gewoon zo helemaal in. Hij is wel nou iets moeilijker aan te brengen. Er komt ook iets minder van af. Dus dat valt me echt al gelijk op. Ja, met mijn vinger gaat het al iets beter, omdat die toch een beetje warm is. Maar er komt niet echt heel veel vanaf. En normaal wel echt. Dus de kou heeft wel echt een beetje schade aangericht. Dan heb ik hier de Loose Highlighter van Juvia's Place in de kleur Nefertiti. Hij gaat niet echt open. Oké. Ja, en hij is gewoon nog een losse poeder. Dus die heeft het gewoon overleefd. Het is wel heel klonterig. Meer als normaal. Kijk. Het zijn best wel grote klontjes. Dus het heeft wel echt iets gedaan. Maar op zich, hij brengt gewoon aan als normaal. Dus hij heeft het gewoon wel gewoon overleefd. Dan de Catrice Dewy Full Lips. In de kleur 040 Do You Care. Ziet er ook nog gewoon normaal uit. Brengt ook gewoon normaal aan. Heeft het ook gewoon overleefd. En dan heb ik nog hier de NYX Butter Gloss. En die ook heeft het gewoon overleefd. Ik ga even die van Catrice eraf halen. En dan die van NYX opdoen. Ja, is echt nog gewoon prima. Nou, de W7 setting spray is al een beetje ontdooid. Een beetje heel veel. Zou die het al doen? Ja! Yeah! Ik ga hem gewoon opsprayen. Oh nee, wacht. Nou komt er weer niks. Oké, dat was even gewoon even geluk of zo. Hij is nog niet genoeg ontdooid. Dan pak ik mijn andere W7 spray. Dit is in de Rose Gold. En dan zijn we klaar. Nou mensen, ik ben blij om te vertellen dat het meeste het heeft overleefd. Dus dat is handig om te weten. Mocht je ooit vastzitten in de kou of whatever, dan overleeft je make-up het wel in ieder geval. Ondanks dat het meeste het heeft overleefd, zijn er 4 producten die dat niet hebben gedaan. En dat is dus obvious de setting spray. Die is compleet bevroren. De Revolution Highlighter is een beetje een moi. Hij heeft soort van wel overleefd, maar de kwaliteit is wel echt op achteruit gegaan. En dan vind ik dat hij het niet heeft overleefd. De wimperlijm, helemaal bevroren, komt niks meer uit. En de Sigma Gel Eyeliner, super klonterig. Bracht niet meer smooth aan. Misschien als hij weer smelt, weer wel. Dat hoop ik wel, maar nee, heeft het ook niet overleefd. Nou mensen, vonden jullie de video leuk? Vergeet dan natuurlijk weer niet te liken en te abonneren. Dat kan door hier op mijn hoofd klikken. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. En die komt aanstaande woensdag om 1 uur. Doeg!